Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe adventskalender video. Deze keer hebben we de adventskalender van W7. Ik heb deze kalender gekocht bij Amazon. Want verder is hij in Nederland eigenlijk niet te krijgen. Via de website van W7 Nederland is hij niet te krijgen. Ik kan hem nergens vinden, behalve dan dat ik hem bij Amazon kon vinden. Nou is het wel zo dat ik er 28 euro voor betaald heb. En dat ik hem inmiddels zag staan bij Amazon voor 59,90. Nou, dat slaat natuurlijk gewoon nergens op. Ik kan me ook niet voorstellen dat die 60 euro waard gaat zijn. Maar 28 euro, dat vond ik dan nog wel schappelijk. Want hij is eigenlijk 19 pond als je hem in Engeland koopt. Want ja, het is een Engels merk. Dus 28 euro, daarvan dacht ik nog, nou, vooruit 24 vakjes. 28 euro, daar kan ik mee leven. Maar 60 euro, dat slaat nergens op. Dus dat is even het financiële gedeelte. Maar goed, ik heb er dus 28 euro voor betaald. Dus dat is ook hoe ik hem ga beoordelen. Vind ik hem 28 euro waard? Ik ben vooral heel benieuwd wat erin gaat zitten. Ik heb nog geen idee. Ik vind W7 wel een heel leuk budgetmerk. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Laten we lekker gaan beginnen. Dan nog even over de winactie. Aan het einde van alle adventskalendervideo's ga ik weer een winactie houden. Mocht jij nou kans willen maken op die winactie, moet je 3 dingen doen. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet alle adventskalendervideo's even liken. En je moet af en toe een leuke reactie achterlaten, zodat ik weet dat je kijkt. Maar nu gaan we deze openmaken. Laten we gauw gaan beginnen. Dan beginnen we bij vakje 1. Wat ik wel leuk vind, is dat het gewoon doosjes zijn. Het is geen scheurkalender. Ik vind het toch dat het een iets luxere uitstraling hebben ofzo. In vakje 1 hebben wij de Peachy Clean, de make-up remover. Heel klein potje. Er zit 10 gram in. En ik denk dat het zo'n, zo'n make-up remover balm is. Ja, dat is inderdaad wat het is. Ik vind dit leuk. Ja. Dan gaan we naar vakje 2. Die is wat langer. En dit is de All Rounder Color Pencil. Maar kan je die dan voor zowel je lippen als je ogen als alles gebruiken? Is dat het idee? Hier staat ook gewoon kleurpotlood. De Nederlandse vertaling is gewoon letterlijk kleurpotlood. Nee, ik denk dat je deze gewoon voor van alles en nog wat kan gebruiken. Ik zou de kleur eerder gebruiken voor mijn lippen, maar oké. Het is in de kleur Candy Apple. En het is een rode kleur. Leuk product. Prima. Dan gaan we naar vakje 3. Dat is een heel kleintje. En daar hebben wij, wat schattig, een Cheeky Dip. De Liquid Blusher. Ik heb een volsize van de Cheeky Dip. Welke kleur is dit? Er staat geen kleurnaam op. Nou moet ik je heel eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet of die in verschillende kleuren bestaat. Ja, geen idee welke kleur dit nou is. Ik vind het niet per se een heel fijn product. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb er eentje en die vind ik gewoon niet zo heel prettig. Maar ik vind het wel leuk dat er zoiets in zit. En het is een nieuw product. Dus dat ze daar zo'n kleintje ervan instoppen, ja, dat vind ik leuk. Dan gaan we naar vakje 4. Weet je wat me nu pas opvalt trouwens? Nou ja, nu pas. We zijn pas bij 4. Maar wat me nu ineens opvalt, is dat het op volgorde is. Waardoor niet de hele boel naar beneden stort als je iets pakt. Tenminste, als je het eruit laat. Als ik zo meteen hier ben, dan stort natuurlijk alsnog de hele boel naar beneden. Dus ik kan het er net zo goed gewoon uitlaten. Nou ja, goed. Vakje 4. Het ziet eruit als een potlood. Dat is weer zo'n allrounder pencil in de kleur Sultry. Dit is erg paars. Ja, dit is wat paarser. Dit is de kleur. Niet mijn kleur. Maar wel een prima product. Leuk. Vakje 5. Dit zou wel eens een lipstick kunnen zijn. Dit is geen lipstick. Dit is de Prime Grip. Een minietje van de primer. Ook een vrij nieuw product volgens mij. Ja, ook ergens in het afgelopen jaar uitgekomen. Dus ja, vind ik ook leuk. Het is een minietje van de primer. Vakje 6 zit eronder. En ik denk dat we daar een labellootje hebben. De Playful Proud. Het is gewoon een lipstick. Oh, wat grappig. Een klein mini lipstickje. Hij past alleen totaal niet bij allebei de lipliners. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Nee, het is geen match met een van de twee lipliners. Maar ik vind dit wel leuk. Een klein mini lipstickje. Schattig.
Vakje 7. Dat vind ik ook leuk. De Strawberry Blusher. Ook een minietje. Ja, mooie kleur. Welke kleur heb ik? Weet je dat ik dat niet eens weet? Nee, ik heb de kleur Lotus. Dus we kunnen deze zwartje. Mooi. Hele mooie. Ja, natuurlijk rozige kleur. Ja, ik vind deze mooi. Leuk. Top. Vakje 8. En dit is de bronzer. Dat is letterlijk hoe die heet. De bronzer. Het is meer een beetje een contourkleur overigens. Maar ik vind dit wel leuk. Ja, zeker. Ja, ik vraag me af of het mijn kleur... Nou ja, trouwens, waarom niet? Voelt heel zacht aan. Ja, oké, hij is helemaal zo slecht nog niet. Niet voor mij in ieder geval. Nee, misschien is die voor mij best wel oké. Leuk. Pakje 9, die is wat groter. Wel heel licht. Groter is niet altijd beter. We hebben een haarklem. Is het wat? Ja, weet je, op zich prima. Ik draag best wel regelmatig haarkleppen, maar wil ik dat in een make-up kalender? Nee, dat wil ik niet. Nee, word ik enthousiast van een wat groter vakje en dan krijg je een haarklem. We gaan gauw door naar vakje 10. Drie keer raden. Het is een spiegeltje. En dan ook nog eens eentje die niet dicht kan, dus nou ja. Nee, en weet je dat het er dan al in zit, dan denk ik, oké, nou, vooruit. Maar zorg er dan voor dat het iets beter verdeeld zit. Niet de eerste klem en dan de spiegel en dat dan pal achter elkaar. Nee, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Maar goed, vakje 11. Daar zit denk ik weer een potlood. Alleen deze keer is het de Draw the Line Black Eyeliner Pencil. Ja, het is gewoon een simpel zwart oogpotlood. Word ik gewoon niet heel enthousiast van. Vind ik het heel ernstig? Nee, op zich niet. Maar ik word gewoon niet enthousiast van een zwart oogpotlood. We gaan door naar vakje 12. Dat is een heel kleintje. Ik ben heel benieuwd wat hierin gaat zitten. Zou er... Ik weet het niet. Een heel klein potje. Dit is de Yummy Eyes. De Baked Eyeshadow. Ja, op zich in een heel mooi kleurtje. Vind ik hem erg? Nee, zeker niet. Ik vind het best leuk eigenlijk. Ik denk alleen niet dat ik hem ga gebruiken. Omdat ik niet zo van de losse oogschaduws ben. Maar ik vind hem niet erg. Nee, ik vind hem wel leuk. Welke kleur is het trouwens? Café Latte. Ja, best leuk. Vakje 13. Dan heb ik zo'n vermoeden dat dit er nog geen is. Aan de verpakking te voelen wel. De Yummy Mattes. Baked Eyeshadow in de kleur Whisper. Ja, weet je, dit maakt natuurlijk een prachtig ooglookje samen. Ja hoor, deze in de arcadeboog, deze op het bewegend ooglid, heb je een prachtige ooglook. Dus nee, ik vind er niks mis mee. Ik vind hem prima. Vakje 14. Dit is een Tick Drip Lip Gloss. Dit is de kleur Foolish. Ik vind hem er best mooi uitzien eigenlijk. Ja, ik vind hem best nice. Leuk. Vakje 15. Ook weer heel schattig klein. Dan hebben we volgens mij weer een lipstick. Ja. Staat er een kleur op? Nee. Oh jawel, Stay Golden. Is dit niet ongeveer dezelfde kleur als die we net hadden? Ja, de een is iets bruiner dan de ander, maar... Ze zijn niet heel verschillend. Nee, ondanks dat ik niet zo heel nodig een rode lipstick in mijn adventskalenders meer hoef. Want dat ben ik in ieder geval nu ook wel een beetje zat. Het zou wel leuk zijn als de kleuren iets anders waren geweest, toch? Ja, ondanks dat ik zo'n mini lipstick echt wel schattig vind in een adventskalender.
had het wel leuk gevonden als de kleuren iets meer afwijkend waren geweest. Maar goed. Vakje 16. En daar hebben we weer zo'n Tick Drip Lip Gloss. En deze keer in de kleur Spotlight. Die ik ook best mooi vind trouwens. Ja, mooi kleurtje. Ja, leuk. Vakje 17, die zit eronder. Oh. We hebben weer een Tick Drip Lip Gloss. Deze keer zonder glittertjes. En de kleur is Too Close. Oké, de derde. Klaar nu, denk. Ze zetten me ook gewoon te dicht op elkaar. En datzelfde was een beetje met die haarspeld en met het... Oh, dat kunnen jullie net niet zien. Met de haarspeld en met het spiegeltje. Dat ik denk, ja, verdeel dat dan iets beter. En dat heb ik hier nu ook wel een beetje bij. Vakje 18. Het is toch een beetje ingepopt. Dus het is eigenlijk te breed voor het doosje. Wat is dit? De Strawberry Sweet Lip Sugar Scrub. En dan echt een mini potje. Ja, het is een lip scrub. Vind ik op zich niet erg, maar ik vind dit wel een hele kleine verpakking. Ja, je bent iets meer dan een euro kwijt per vakje. Zou je hier een euro voor betalen? Ik denk ik niet. Nee, dat zou ik dan nog eerder voor de klem betalen. Vakje 19. En dit is de W7 Lash Auti. Ik gok dat het een mascara is. Ja, en dan nog de meest basic mascara ook. Of in ieder geval het meest basic borsteltje. En dat stinkt een beetje. Oké, ik vind het leuk dat er een mascara in zit. Ik had het wel leuk gevonden als het een iets bekendere mascara was geweest. Want ze hebben bekendere volgens mij. Vakje 20. Daar hebben wij weer een lipstick. In de kleur Softcore. En dan weer zo'n bruinige kleur. We hebben de bruine lipsticks nu wel een beetje gehad, toch? Je hebt nu gewoon 3 keer een bruinige lipstick. Alleen de ondertonen zijn net even anders. Kijk, en ik hou van mijn simpele nude, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar in 1 adventskalender doe dan een beetje verschillende tinten. Maar goed, vakje 21. Oh, dit vind ik wel leuk. Ondanks dat ik hier een full size van heb. Dus deze hou ik niet. Maar ik vind hem wel leuk. De Golden Glow Drops. Ja, dat vind ik leuk. Ook een minietje. Maar nee hoor, helemaal prima. Het is 8 gram. Dus het is echt nog wel een leuke hoeveelheid. En ik vind het een super fijn product. Dus deze gaat lekker naar een van jullie. Dan kunnen jullie hem ook gaan gebruiken. Want ik vind hem echt heel fijn. Vakje 22. Ja, daar gaat alles. Ik was er al een beetje bang voor. Daar hebben we weer zo'n The Allrounder. En deze keer in de kleur Moody. Dit is heel licht roze. Ja, dit is echt heel licht roze nude-achtig. Ja, en daar hebben we dus weer geen lipstick bij. Want alle lipsticks die zijn donkerder dan dat. En ik vind dat je lipliner donkerder moet zijn... dan je lipstick. Of in ieder geval dezelfde kleur. Maar de lipstick moet niet donkerder zijn dan je lipliner. Ik laat hem even zo. Ik ga dit zo meteen wel fixen. Vakje 23. Die zit hier. Die is heel licht. Ach, dan hebben we ook nog een clear lip gloss. Uiteraard. Vind ik niet zo heel erg trouwens. Ik doe nu heel negatief erover, maar ik vind het niet zo heel erg. De enige reden dat ik zo erop reageer is omdat we ook die andere 3 lipglossjes al hadden. Maar nee, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Nee hoor, het is prima. En dan de laatste, vakje 24. Nou, die is niet... En ik had het zo mooi allemaal teruggezet. Nou, ik ga straks puzzelen. Ik wilde gaan zeggen, die is niet heel veel groter, maar hij is wel wat zwaarder. Ah, dit is wel leuk.
Dit vind ik wel leuk. Dit is de Way of Life, The Blessed Hair and Body Mist. En dit is een doek van The Rituals. Ja, qua geur ook. Ja, gewoon wel. Ja, in dezelfde kleur. Ik weet even niet welke dat is. Is dat de Ritual of Hammam? Nou, dat weet ik even niet zeker. Maar het is exact dezelfde geur. Ja, hoe ze hier toch iedere keer weer mee wegkomen, ik heb geen idee. En hoe ze het voor elkaar krijgen om de geur gewoon volledig na te maken. Ook dat snap ik niet. Maar goed, het is ze weer gelukt. Ja, vind ik een leuke afsluiter. Vind ik een goede afsluiter. Ondanks dat het uiteraard ook weer een minietje is. Ja, ik vind het een leuke afsluiter. Dan, wat vind ik van de kalender? Ik vind hem op zich leuk. Er zit echt wel een leuke inhoud in. Maar of ik hem €28 waard vind, ja, daar twijfel ik een beetje over. Ik vind die minietjes wel heel erg mini over het algemeen. En wat ik heel jammer vind, is dat er 3 lipsticks in ongeveer dezelfde kleur in zitten. Geen bijpassende lipliners. Ja, dat vind ik gewoon zonde. De Glow Drops vind ik wel heel erg leuk. Ondanks dat ik de Cheeky, de Cheeky Dip niet ga gebruiken, omdat ik het gewoon geen fijn product vind. Vind ik het wel leuk dat het erin zit. Het zijn wel allemaal producten van afgelopen jaar. Die ze afgelopen jaar hebben uitgebracht. De mini blush vind ik leuk. Ik vind op zich de lipglossjes ook wel leuk. Het hadden er voor mij alleen 2 minder mogen zijn. De oogschaduwtjes vind ik prima. Bronzer vind ik prima. Ja, en de potloodjes vind ik ook net even te veel. Maar goed. Al met al vind ik het een redelijke inhoud voor de prijs. Ja. En er zitten echt wel dingen bij die ik gewoon ga gebruiken. Nou, dat. Dat is mijn mening over de kalender. Dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie van de kalender vinden. Laat me dat vooral beneden weten in de reacties. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel blij mee maken. Dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!